Wij gaan vanmorgen praten met Kamlesh Ganesh. Hij is afgestudeerd als Master of Science en heeft een onderzoek gedaan. En dat onderzoek luidt: is de Surinaamse arbeidsmarkt ready voor de vierde industriële revolutie? Goedemorgen, Kamlesh. Goedemorgen, meneer Gewat. Fijn wiki. Mewikiboeng. In ieder geval, mijn breed dat ik voorlopig bij de corona vrij mee en mijn hoop dat ik althans zo toe. Ja. Ja. Voor de mensen die het weten en die het niet weten, u was ook journalist. Ja. Je volgt de nieuws over corona. Zou je goed in je om? Nee, in ieder geval. Ik ben ook niet lang terug uit Italië gekomen. Dus voor mij is dit eigenlijk sowieso een tweede kans. Ik ben hem echt op tijd ontsnapt. En dit is sowieso iets dat mij nu eigenlijk extra aandacht laat besteden aan wat er allemaal eigenlijk gedaan moet worden. Niet alleen persoonlijk ook, maar ook vanuit mijn werk zijn wij eigenlijk dagelijks bezig om niet alleen onszelf, maar ook de mensen om ons heen, de organisaties om ons heen, te blijven informeren over wat er uiteindelijk vooral gedaan moet worden om preventief bezig te zijn. Mooie theorie. Ja. U zou nog wat zeggen? Nee. Ja. Oké. Okay. Uw onderzoek. Ja. Is Suriname ready voor de vierde industriële revolutie? Ja. Wat houdt die vierde industriële revolutie in? Nou kijk, als we het hebben over de vierde industriële revolutie, kun je eigenlijk dan ook direct eruit halen. Er is een 1, 2, 3 geweest. En dat houdt eigenlijk in, we begonnen bij handenarbeid en we maakten die overstap ergens in 1750 richting machinale arbeid. En toen werd er al een beetje gesproken over, goed, maar wat gaat er allemaal gebeuren met de mensen die hoogwaarschijnlijk hun werk zullen verliezen vanwege de toepassing van machines. En toen kwam er een tweede industriële revolutie waar wij energie kregen, telecommunicatie. Daar was er weer een vrees voor, werkloosheid. De mensheid heeft het dan nog kunnen overleven en uiteindelijk kwam er een derde. Toen kwamen computers erbij, nieuwe vormen van energie en toen werd er uiteindelijk dan ook gesproken over hetzelfde, technologische werkloosheid. Dat ging uiteindelijk ook verder en we zijn uiteindelijk beland in een vierde fase, een vierde industriële revolutie, waarbij we eigenlijk zien dat dataverwerking, datavermogen, betere algoritme, 3D-printing, artificial intelligence, betere computing power, al dit soort van zaken maken eigenlijk dat wij vandaag de dag nog veel meer dan ooit beginnen te denken over wat is de toekomst van menselijk arbeid. We zien in de wereld in ieder geval al we zien toch wel een significant deel van de grote boys, vooral binnen de tech-industrie, werknemers bedanken. Als ik één voorbeeld bijvoorbeeld zou moeten noemen, één grote contractor van Apple, Foxconn, heeft sinds 2014 meer dan 60.000 mensen bedankt en robotarmen eigenlijk ingezet om het werk van die 60.000 mensen eigenlijk uit te voeren. Dit soort van zaken hebben me uiteindelijk doen denken over, daarbuiten gaat het zo aan toe. Hoe gaat het allemaal in Suriname aan toe? En hoe zal het eigenlijk uitpakken in Suriname? Indien het zo ver komt dat wij, zoals in het verleden, hebben blijven overnemen. Indien het zo ver komt dat wij dit ook blijven overnemen. En het onderzoek heeft zich echt specifiek gericht op percepties van spelers op de arbeidsmarkt rond de effecten en zijn we eigenlijk gereed voor al dit geheel waar ik het net over had. Ja. Zijn we ready hiervoor? Nou, als we kijken naar de respondenten, in ieder geval volgens experts, merendeel, 80% geeft aan van jongens, we zijn nog niet zo ver. Als we kijken naar wat de werkgevers zeggen, meer dan 60% van de werkgevers geven aan van
Nee, we zijn ook niet zo ver. Ik moet wel even aangeven dat er toch wel een significant deel is die onzeker is en ook een significant deel die onbekend is met de vierde industriële revolutie. En dan, als we kijken naar wat de werknemers zeggen, iets meer dan de helft geeft ook aan van nee, we zijn nog niet zo ver. En ja, dan weer een deel onzeker en een deel niet bekend. Heel weinig van de respondenten hebben duidelijk aangegeven dat we er ready voor zijn. En dat is echt heel miniem. Ja. Ja. U heeft experts gevraagd naar hun ervaring en hun verwachtingen van de vierde revolutie. Ja. Wat zijn de uitdagingen voor de Surinaamse arbeidsmarkt? Nou kijk, het begint eigenlijk bij het begin, awareness rond al deze nieuwe ontwikkelingen. Als we kijken naar de manier waarop antwoorden zijn gegeven op de vragen die gesteld zijn aan de werknemers, de werkgevers, dan zien wij toch wel dat er een stukje lack of awareness is rond wat er allemaal naar binnen komt en wat de mogelijkheden allemaal zijn qua doing business. En als ik u bijvoorbeeld specifiek kan aangeven, werknemers verwachten niet, merendeel van de werknemers althans, verwachten niet dat een robot of een andere vorm van automatisering in de toekomst hun banen zal kunnen afpakken. Mm. Dat is waarschijnlijk iets dat super optimistisch is, want als we kijken naar wat allemaal vandaag de dag al te automatiseren is, dan lopen we toch wel een stukje achter in Suriname. En als wij die overstap maken richting dat extra deel dat eigenlijk buiten al gebeurt, dan is die verwachting van de werknemer eigenlijk, het zal eigenlijk teleurstellend zijn voor hen. Ja. Ja. De resultaten van het onderzoek hebben ook aangegeven dat er behoefte is ja. om ons onderwijsproces aan te passen. Ja. Vanaf welk niveau en hoe moet deze aanpassing eruit zien? Nou kijk, ik kan eigenlijk gewoon over het algemeen zeggen. Specifiek, je begint vanaf het begin. Je moet je mensen vanaf het begin al zitten uitleggen. En zitten aanleren om met veranderingen om te kunnen gaan. Want het enige dat constant is, vooral vandaag de dag, en vooral vandaag de dag het meest aandacht krijgt, is verandering. Dat blijft constant en vandaag de dag gaat het nog veel sneller. Dus wat je eigenlijk zou moeten doen, is vanaf het moment de pupillen in de schoolbanken aankomen, de pupillen eigenlijk blijven aanleren van, of in ieder geval ertoe althans bijbrengen dat zij zichzelf op een of andere manier ready maken voor whatever verandering dat er zal komen op de werkplek. De arbeidsmarkt die zal waarschijnlijk niet al te lang rekening houden met de werknemer moet zich nog gaan aanpassen en zich nog gaan bijscholen en herscholen om voor de werkgever aantrekkelijk genoeg te kunnen zijn. De markt zal dat waarschijnlijk niet doen. En dan heb je wel de capaciteit nodig bij de werknemer om zichzelf zodanig aan te kunnen passen dat die eigenlijk niet wegvalt en in een lastige positie terechtkomt. Wat uiteindelijk dan voor de samenleving waarschijnlijk ook lastig kan uitpakken. Dus dat is eigenlijk basic. Je begint bij awareness, maar tegelijkertijd moet je dan ook die overstap proberen te maken richting je mensen klaarmaken voor het in staat kunnen zijn om met veranderingen om te kunnen gaan. En niet alleen veranderingen, snelle veranderingen. Ja, we gaan afronden. Dit automatiseringsproces geldt niet voor alle sectoren, toch? Want niet voor alle sectoren heb je robots nodig, etc.
Je hebt ook andere sectoren waar er nog steeds met de hand gewerkt moet worden. Nou, ik heb gisteravond nog een lezing gehouden over dit onderwerp. Inderdaad, dit wordt wel heel vaak aangekaart. In ieder geval ook bij vorige lezingen. En ik ben het eens met u. Hoogwaarschijnlijk niet overal. En niet overal zal het ook even snel aan toe gaan. En natuurlijk bepaalt de mens uiteindelijk en de samenleving ook uiteindelijk van wat waar precies wel of niet zal werken. En wat waar precies mag gaan werken. En als we bijvoorbeeld, als we de toerismesector als voorbeeld nemen, for instance, als wij daar gaan automatiseren, als we daar gaan robotiseren, wat we al zien gebeuren in andere landen. Het is leuk om te zien hoe het daar allemaal aan toe gaat, maar we hebben ook testcases gehad in het buitenland waar het niet heeft gewerkt en men meteen die overstap, althans meteen die stap terug heeft gemaakt naar werken met mensen. Dus inderdaad, als het uiteindelijk mogelijk is, maar niet verkoopt en de toerist het uiteindelijk niet wenst, zul je die terugstap wel maken richting menselijk arbeid en ook waarschijnlijk, men zal het waarschijnlijk noemen primitief werken. Maar wat verkoopt, dat is wat uiteindelijk zal werken en wat niet verkoopt, zal niet werken.